deze zonnige zondagochtend staan we in de A9 studio's. Er is hier een bruidsevent. Ik ben benieuwd. Jij bent weddingplanner. Kan jij daar iets over vertellen? Ja, ik heb het bedrijf De Stressvrije Bruiloft april 2016 opgericht. En sindsdien ben ik dus inderdaad actief als weddingplanner en als ceremoniemeester. Als weddingplanner dan organiseer ik eigenlijk de hele bruiloft, van A tot Z om het zo te zeggen. En als ceremoniemeester ben ik op de dag zelf aanwezig om te zorgen dat de bruiloft vlekkeloos verloopt. En dat gaat allemaal naar de wensen van het bruidspaar, neem ik aan. Ja, uiteraard. Ongeacht welk pakket er wordt afgenomen, er vinden altijd wat gesprekken plaats. Een kennismaking, een gesprek voor de bruiloft. En tussendoor is er heel veel contact om te zorgen dat de bruiloft inderdaad verloopt zoals het bruidspaar dat wenst. Heb je plannen? Ja, anders was ik hier niet. Wanneer ongeveer? Dit jaar nog? Of volgend jaar. In juni. En wat doet het aan je verwachtingen hier, wat je aan stands aantreft? Ja, jawel hoor. Maar ja, het meeste had ik al geregeld. Dus ik ben nog even op zoek naar de kleinere dingetjes. Jullie hebben een soort samenwerkingsverband, heb ik begrepen. Ja, we werken heel graag samen als leveranciers in de trouwbranche. Omdat het gewoon heel belangrijk is dat alles op elkaar afgestemd wordt. Ik lever de bloemen, zij leveren de taart. Maar dan hebben we wel even overlegd van... Ja, klopt deze kleur bij de bloemen die ik ga gebruiken in mijn glazuren van de taart? Of verse bloemen leveren voor de taart? En zo werken we samen. Jij ontwerpt ook zelf die taarten? Ja, het gaat eigenlijk altijd in samenspraak met een bruidspaar. Ik nodig ze thuis altijd uit en dan heb ik een proeverijtje. Dan laat ik ze altijd blind proeven wat hun wensen zijn. Daarnaast nemen ze altijd hun eigen ontwerpen mee. Ik voeg heel vaak ontwerpen van taarten samen die dan uiteindelijk tot één eindresultaat komen. En voor de kinderen hebben jullie ook nog wat extra? Ja, zeker. Een kind heeft heel vaak geen geduld om een taartje te eten. Dus wat ik heel vaak doe is kleine hapjes of cakepops maken die de kinderen dan snel in hun hand mee kunnen nemen. En er eigenlijk weer vandoor kunnen rennen, maar dan wel lekker mee kunnen smikkelen. Wij zijn bruidsfotograaf voor 3 jaar nu inmiddels. Ja. En leuk? Ja, het mooiste beroep van de wereld. Ja. Buiten bruidsfotografie doen jullie ook portretten? Ja, wij hebben een studio in Uitgeest en wij doen ook veel portretshoots. Als de foto's gemaakt zijn, dan maak je er een boek van. Hoe gaat dat in zijn werk? Bij de bruiloften komt er een selectie van bewerkte foto's die wij voor de bruiden maken. En wij ontwerpen de boeken helemaal zelf bij ons in huis. En in samenspraak met het bruidspaar maken we dan een bruidsalbum op. En de portretshoots zijn altijd printed reveals. Dus dat wil zeggen dat wij de foto's ook echt printen. Maar een mooie foto aan de wand, dat heeft zoveel meer emotie.